De bus heeft België definitief achter zich gelaten en rijdt richting de Champagne-streek in het noorden van Frankrijk. Dit gebied staat bekend om zijn mooie natuur, maar de meeste vakantiegangers komen af op de uitgestrekte wijngaarden, waar, hoe kan het ook anders, je de lekkerste champagne kunt drinken. De groep zal de komende dagen leven als God in Frankrijk. Kijk eens, ja? Uw hoogheid. Ja? Voldoet dit misschien aan uw wensen? Dit is uw verblijf voor de komende dagen. Oh, dit is de keuken. Oh, wauw. Wil ik gelijk even kijken, want dan gaan we koken straks. Zullen jullie kamers ook bekijken? Hoe is het uit, meneer? Michael Jackson. Oh. Perfect. Toppie. Oh, tafelvoetbal. Tafeltennis. Yay! Iedereen kan zijn geluk niet op en de beste bedden worden al geclaimd. Wauw. Deze kamer wordt het. Oh. Oh ja, ik ben thuis. Dat ligt lekker. Maar dan doet Troy een ontdekking. Wat is het? De camera des gommers. Ja, wat is dat? De camera van... Ja, ik weet niet zeker. Ja, hommels, ik weet niet. Een hommel? Oh, maar dit is wel een hele kleine douche. Er kan echt niemand in. En dan ook een bad. Ja, een bad waar je in kan verzuipen. Wacht, ik denk dat ik een beetje begin te snappen. Ik denk dat het jammer dat hommes dat voor de jongens is. En het jammer dat femmes voor de meiden, denk ik. Oké. Nee, dit is van de mannen. Femmes is de mannen. Ja, ik weet het echt totaal niet, hoor. Ook bij Lisa en Kenya ontstaat de verwarring. Ik slaap hier samen met Daphne. En dit is dus nu een discussie. Ik wil één keer met Daphne slapen. Nee. Zij is voort met Daphne en ik ook. Nee. Ik slaap echt één keer naast Daphne vandaag. Dan ga ik hier niet weg. Oh, prima. Jawel, jij gaat hier weg. Want Kenya en Daphne zijn heel graag bij elkaar. En dat wil ik niet. Veel succes, adieu. Ik ga niet belangen. Jawel. Jurre heeft ook een bed geclaimd, want hij denkt dat hij in de goede kamer ligt. Volgens mij heb je een fout gelezen, denk ik. Van jou heb ik fout gelezen. Dus jij wil zeggen dat ik niet kan lezen? Nee, dat is hij dan niet zo. Maar... Ik kan ook iets vertalen, hè? Ik laat ze maar even met rust. Gewoon belachelijk. Ik ga er wel heen. Ik ga nu nog niet bekijken. Ik wist niet dat je boos werd. Die naam moet weg. Hey, kom op. Hey, kom op, ik vind het... Nou, Lies. Lieverd. Ik wil niet op een andere kamer. Ik wil hier slapen. Maar wat is dit voor kamer dan? Dat is voor de dames. Is dit de kamer voor de dames? En ik wil hier slapen en ik kom zij met een slaapverhaal omdat ik hier niet mag slapen. Maar heb je eens op het bordje gelezen, lieverd? Ja. En weet je ook wat daar staat? Dames. Nou, er staat dat dit de kamer is van de jongens. Dus is het dan niet een idee om eerst onze eigen kamer op te zoeken? Ja, dat is beter in dat is beter, hè? Misschien is dat wel een nog mooiere kamer. Troy wil toch nog even zijn punt maken bij Jurre. Hey, kom op. Ik zeg dat dit de kamer van de meisjes is. Dan staat er ook Alexandra Tessmanens. Dat is van de meisjes. Dat is toch kleuterig. Dan horen dat mensen toch dit schrijven. Hommes is een H en een H is in Nederlands J. En wat begint ook met een J? De jongens. Klopt.
bij Nederland is altijd bij de J van de jongens. Ik denk dat ik weet, hebben jullie kamertjes? Dat is hier. Ja. Wat heb ik aan deze kant, ja? Nee, ik slaap hier met Daphne. Ik wil je enorm bedanken. Ja. Ja, en toen weer Lisa weer in de grote bus slapen. Ik begrijp helemaal niks van. We hadden ruzie. Ik slaap hier prima. En dit ook mijn slaapplek. Dan mag je ergens anders. Lisa, alsjeblieft. Ik wil niet naar Lisa slapen. Ja, dit is wel echt een groot probleem dan. Daphne en ik hebben samen afgesproken dat wij samen gingen slapen. Maar Lisa wil ook daar slapen. Het is niet mijn schuld. Hallo, meisjes. Wat is er aan de hand? Vertel eens. Nou, Kea die wil 2 nachten met mij slapen. Ja? Kijk, Gordon. Nu hebben we het zo verdeeld. Ja, wat is het probleem dan? Ja, het probleem Vandaag. Is dat Kea heel graag bij Daphne wil. Maar het is toch geen probleem? Nee. Dat betekent alleen dat jij iets moet toegeven. Maar dat wil ik juist niet, Gordon. Nee. Maar als je mensen blij kunt maken... Maar ik zou toch fijn vinden dat ik in deze bed mag blijven slapen. En jij? Ik ga gewoon als Daphne slapen. Ik vind het zo jammer. Want het gaat nergens over. Nee. Grijp je? Het is allemaal zo simpel. Hou het leuk onder elkaar. Ja. Weet je wat ik jullie als opdracht geef? Ja. Ik wil dat jullie er als vrienden uitkomen. Ongeacht de oplossing... Ja. Wil ik dat jullie over een half uur naar me toe komen en zeggen, we zijn eruit. Oké, dat is goed. Is dat een afspraak, jongens? Ja. Oké, dan spreek ik jullie zo. Ja. De jongens hebben inmiddels hun slaapkamer, of anders gezegd de chambre des hommes, gevonden. Ze willen in goed overleg beslissen wie waar slaapt. Ja, als ik heel eerlijk mag zijn, is het goed dan dat jij hier ligt? Dus wel een goede vraag uitgooien. Okay. Ik moet echt even over nadenken. Geef je altijd de tijd van de wereld? Ja. Oh, goed nadenken, sorry. Mag ik even alleen zijn? Dan kan ik beter even nadenken. Dat is goed. Ga ik even zeggen. Jongens, zullen we heel eventjes uit deze kamer gaan... zodat we Chris eventjes een moment voor zichzelf kunnen hebben... om dit allemaal voor Chris te laten verwerken, dit. Ja, is goed. Dan kan Chris bij deze grote stoel zitten als hij wil. Chris. Bedankt. Komt goed, hè? Ben er. Mooi. Alles goed, jongen. Heb Peppy? Ja, gooi Peppy. Oké, ik zie je zo. Ja. Doei. Nou, met zo'n overleg komt het vast goed bij de heren. Lisa heeft inmiddels ook nagedacht en bestudeert een recept voor vanavond. Hey. Ik heb even pen en papier gepakt. Oh, bedankt. Hoe is het met je? Is het opgelost? Ja. Vertel het eens eventjes. Nou, we zijn er dus uit. Ja? Het blijkt dat ik nu bij haar ga liggen. En ik gun hun... Nou, maar daar doe je me zoveel goed mee. Ik gun hen. Maar je hebt er wel verdriet van, zie ik. Ja. En hoe komt het dan? Omdat ik heel graag in dat witte bed wou. Ja. En dat ligt me lekker in zo'n bed. Maar dat ik in die andere bed lig... Ja. Dan denk ik dat ik een houten rug krijg. Een houten rug? Ja. Nee, dat krijg je niet, schat. Ja. Vanavond ga jij heerlijk slapen, wedden? Ja.